Yo, gast van Almost Normal. Mijn naam is Barend en leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe vlog. Ik zit gewoon weer in het theater, maar dit theater is wel anders. Dit is best wel een apart... Wat moet ik zeggen? Oh, ik sta ook echt in de spotlight. Oh, hallo. Nou ja, het is wel een beetje gek, want ik zit hier in het publiek van een stream die nu aan de gang is. Dat is hier. Maar goed, we zijn hier bij Op 1 Lijn, de stream tegen Reuma Nederland. En ik ben ook uitgenodigd om lekker dingen te doen. Meneer. Nou, Ryan die is naast mij komen zitten. Yo! Ryan, wat doen we hier? Ik heb werkelijk wel geen idee. Ik ben hier gespannen, ik ben niet gedropt. Ik was aan het meedoen aan een van de showdingen en zo. En nu zit ik ineens hier. Ja. Verstoppertje gaan spelen. Zo, wow. Hallo. Oké. Okay. Zullen wij verstoppertje gaan spelen in het theater? Ik ga tellen. Tot 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, dat worden wel allemaal leuke dingen gedaan. Daar is Ryan! Wee! Kan je even iets doen waar wat kan memen, zoals hoe jij dat altijd doet, omdat jij mijn groot voorbeeld bent? Hele flinke bunkie. We zijn nu aan het gamen. Zometeen hebben we weer een ander ding. Maar vandaag staan we dus op het podium, van het podium, aan, in het publiek. We staan overal. Ik kom net aanlopen en je gooit gelijk een camera aan mijn gezicht. Ja, dat klopt. Waarom? Wanneer gaan we weer BattleBots doen hokken? Ik kom gelijk met een moeilijke vraag. Ja, nog. Ik ben er klaar voor. Ja, nou, klaar maar voor. Waar ben je wel klaar voor? Dat ik ga genieten van de zwakste streamer. Dat kwam echt al heel erg dichtbij, hoor. En toen deed ik mee aan de zwakste streamer. Het ging erg goed. Kijk hier maar. Barend! Hey, hallo. Hey, wat een mooie bril heb jij, joh. Dankjewel. Dat is om mijn emoties niet te tonen. Je dacht, ik moet even concurreren met Ryan? Ook. Zeker. En ik wil even zeggen, ik heb al mijn kleuren geleerd. Dus ik ben er helemaal klaar voor. Deze keer wel. Weet je inmiddels wel wat rood plus geel is? Ja, Ryan. Barend, wat is de duurste straat van Rotterdam in Monopoly? De Kalverstraat. Barend, hoe noem je iemand uit India? Indonesisch. Een Indiër, dat is het goede antwoord, helaas. Barend, wie heeft de populaire Netflix-serie Stranger Things geschreven? Robbie Williams. De Duffer Brothers was het goede antwoord. Oh ja, tuurlijk. Anouk, op welke dag? Ja, dat ging niet al te best. Maar dat maakt niet uit, want George en ik hadden een idee. Wij hadden onze namen omgewisseld. Maar we kwamen er heel snel achter dat er een gat in het plan zat. Namelijk, we moesten voor elkaar stemmen. Alleen dat wist Puck niet. En dit zorgde voor een interessante situatie. Barend. Ja. Ja, jij hebt ook op iemand gestemd. Dat klopt. Je toont je nog steeds niet je emoties. Je nee, zeker niet. Nee, ik sta sterk in mijn schoenen. Eerste ronde ging goed. Ja. Maar ja, degene waarop jij hebt gestemd, die staat wel naast je. Dit is voor mij dus een 50-50 kans, want ik wist nogmaals niet op wie ik had gestemd. Ja, klopt. Appelkaier. Ik werd al boos. Ja. En waarom? Omdat je toch, jij zei dat je er dat verschrikkelijk ging, maar je had wel meer punten. Want degene die helaas de eerste ronde moet gaan verlaten, is niemand minder dan... Barend. Maar wacht. Ik had hier een tactiek voor. Ik ben niet degene die weggaat. Ik Almost Normal. Ik denk dat onze grote assistent daar anders over denkt. Helaas. Nee, wacht even. Zijn scherm is rood. Zijn scherm is rood? Die van mij was geel. Van jou is niet geel. Jawel. Kijk maar. Ze hebben een namen switch gedaan dus. Ze hebben de namen gewisseld. Hebben ze de namen geswitcht? Ze hebben die namen geswitcht. Is dit oprecht? Ja. Ik moet eruit. Dit was helaas. Dat heb je het spel voor jezelf verpest, George. Ik wist niet dat hij zo slecht ging doen. Barend, waar zijn mensen met fasmofobie voor, bang voor? Fasmofobie. Geesten? Spoken, geesten. Is correct, inderdaad. Barend, jouw laatste vraag is welke kleur is kobalt? Groen. Blauw was het goede antwoord. En ik wil even zeggen, ik heb al mijn kleuren geleerd, dus ik ben er helemaal klaar voor. Dat is toch Barend. Deze keer wel. Ah. Deze prijs doneer ik aan George. Oké, voor video. Hey gast, gat! Wat heb jij nu? Jij bent nog... Speciaal vingertje. Ja. Kijk ook hoe vies dat eruit ziet. Wauw. Hey, daar ging er een, of niet? Nee. Nee, helemaal niet. Dan denk je van wow, wat doen streamers als ze bij elkaar zijn? Bellen blazen. Finale ronde van de zwak streamer, die is nu. En bij mij ging het ook erg goed. Ik had een hele goede tactiek samen met George. George, wat vond je ervan om als eerste eruit te gaan?
Pijnlijk. Ik weet niet. Waarom ben je zo slecht? Dit hebben we wel gewonnen. Welke is met goede cirkels mee maken? Snoep je? Dus ik denk, ja, mag ik er wel eentje? Ja. Oh, lekker. Ine met de 50 euro, holy shit. Kom, Ine, daar doen we een high 50 voor. Een high 50. Hey, 1, 2, 0. Oh, 0. Wat kut. Zou ik eens even een hapje nemen om te proeven? Dames en heren, jongens en meisjes, hamburger review. Nou. Ja, proost. Proost. Zo, niet te zuinig met die hap. Ja, lekker. Hij zei ketchup, maar hij heeft me curry gegeven. Oh, echt? Het is door elkaar gehaald. Wel even een bamboezel. Oh, maar? Hij is wel lekker. Nog steeds lekker. Komkommertje erop. Lekker hoor. Lekker vis, zeker. Dat, Jarno, goede hamburger. Absoluut, ja, absoluut. Echt zo. Shout out Jarno. Hoeveel heb ik een koen? Een 6. Zender, ja, nee, gewoon hallo. Lekker handhaald. Je bent een razende reporter, hè? Mag ik het volgende... Wil iemand anders ook... Laat in beeld hebben. Yes. Ja. Oké. Okay. Sjors aan Barend. Barend, vertel eens over de situatie. Hoe is het daar? De situatie is hier nogal onrustig. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat als je hier goed kijkt, zie je explosies. Ja. Het is enorm heftig, maar ik denk wel dat het uiteindelijk goed gaat komen. Ja, dit huis, ja. Dat is wel een leuk verhaal. Ja, over vertel eens over dat huis, ja. Daar woont mijn opa en oma wonen daar. Oh, is dat ja. Zo? Oké. Okay. Ja. Wat is hun naam, als ik vraag mag? Opa. En oma, waar ben ik? Oh, wacht, heb je een idee? Waar... Ja, in Patrick's huis. Oh, nee, maar... Ja, nou ja, ja. Oh! Hij is wel ziek hoor, wel ziek. Hey, heb je die dode cavia boven is het? Ja, nog steeds de dode cavia. Cute! Oh, cute! Puk, dit is voor mij. Hey, Puk. Melksnor. Hè? Huh? Wat? What the fuck? Melk. Het is inmiddels iets over 22:30 en we zijn op Winters gedrum en K3 aan het jammen. Het is echt super gezellig en echt super leuk. Doe het nog één keer zo, oi ja, lele. Zing met ons. Oh ja, mooi heer. Wauw, ook wat goed. Mooi, Arno, wauw. Het moment is daar, de 12 uur is nu voorbij. De check gaat nu uitgereikt worden. Alright, het is inmiddels 1:15 nachts en ik zit in de auto. Ik ga lekker naar huis. Ik heb echt enorm genoten van deze dag. Ik wil in ieder geval jou bedanken voor het kijken. Ik wil jou bedanken voor het doneren als je dat hebt gedaan. En ik heb zelf natuurlijk ook een mooie donatie gegeven. Ik vind het super vet wat deze jongens in elkaar hebben gezet. Mijn vader heeft zelf reuma, dus ik maak het van dichtbij mee hoe kut het is en hoe kut het kan zijn. Zowel fysiek als mentaal. Ja, het is super belangrijk voor mij dat ik hier aan mee heb kunnen werken. En ik wil daar nog even één keer, als jullie kijken, Puk, Okke, Winte, dank jullie wel dat ik hier aanwezig mocht zijn. Ik ben echt super dankbaar. Ik ga nog lekker een uurtje naar huis rijden. Ik hoop dat jij me in ieder geval leuk vond. Dank je wel voor het kijken. En dan staat er nog maar één ding te zeggen, zoals ik altijd zeg. Like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later! Never gonna give you up. Never gonna let you down.